Hey, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video en vandaag heb ik een aantal tips weer voor jou hoe jij beter kan worden in Fortnite en ook eigenlijk in gamen. Voor deze video wil ik weer voor de 600 likes gaan, dus het zou het erg waarderen als jij even dat blauwe duimpje omhoog doet en natuurlijk even abonneren, want dan gaan we naar die 26.000 abonnees. Ik wil je nog even bedanken voor de 25.000 abonnees en laten we het niet te lang houden, dus laten we gelijk beginnen met tip nummer 1. Tip nummer 1, jullie hebben het misschien al aan de titel gezien. Het zijn een beetje mentale tips, dus het gaat een beetje om het game heen. Het is niet echt in-game het spel, maar het zijn mentaal. Dus alles wat in je koppie omgaat. En met tip nummer 1 wil ik beginnen met elke game is weer een nieuw begin. Knoop het in je oren, elke game is weer een nieuw begin. Je ziet het misschien ook nu op je scherm staan. Maar als jij bijvoorbeeld een keer een slechte game hebt, je bent of van dood in een toernooi. Je kan zomaar weer echt een pop-off game hebben, 20 kill win, je weet het nooit. Dus probeer elke game weer te denken alsof het een nieuwe game is. Stel je voor je hebt nog 2 games over, je kan nog steeds 2 games, kan je allebei achter elkaar winnen. Dus probeer gewoon positief te blijven en te denken van het is een nieuw begin, een frisse start. Laten we gewoon even nog knallen, weet je. Gewoon lekker, let's go. Gaan we naar tip nummer 2. Tip nummer 2 gaat eigenlijk over negativiteit. Ik heb heel vaak zelf meegemaakt, of bijvoorbeeld met andere teammates. Zelf ben ik ook vaak nog een beetje negatief, omdat ik heel fanatiek ben. Dat ik vaak in een negatieve sfeer zit met het spelen. Als het 3 keer niet goed gaat, dat ik dan veel negatiever denk. Oh, het kan niet, het lukt niet, we gaan dit nooit halen, et cetera, et cetera. Het nadeel daarvan is, je gaat zelf slechter spelen. Je teammate gaat slechter spelen. En die negatieve sfeer blijft de hele tijd maar om je heen zitten. Dus wat ik jou echt 100% wil meegeven, probeer positief te kijken. Dus negatief, mensen kijken ook vanaf nature vaak negatief naar dingen in plaats van positieve dingen. Dus probeer meer positief na te denken, meer positief te kijken naar dingen. En probeer plezier te hebben in het spel. Dus dat je ook een beetje lolletjes hebt. Je moet natuurlijk wel serieus blijven als je met een toernooi bezig bent. Maar probeer... probeer lol te hebben in het spel. Probeer samen een beetje grapjes te maken. Probeer het wat minder serieus te gaan. Als je kind doodgaat, kan gebeuren. Maar probeer zo min mogelijk negatief. Want het is serieus uit onderzoek gebleven. Je gaat wat stommer voelen. Er zit negativiteit in je. Dat ga je uit op je teammate. Dat uit je op jezelf. Blijf er een negatieve sfeer waardoor je echt 100% minder goed speelt. Dus negativiteit, haal dat eruit. Moet weg. Echt waar. Alleen maar positief denken. Het is heel lastig, maar het is te doen. Gaan we naar tip nummer 3. Tip nummer 3 vind ik een hele belangrijke. En zeker nu met het virus wat aan de hand is. Is dat je genoeg beweegt. En wat ik nu wil aanraden. Wat ik jou als tip wil meegeven. Het zal natuurlijk, het lukt niet in één keer. Doe het in stapjes. Als jij een keer doodgaat. Met Fortnite, met Warzone, met Valorant. Weet ik het wel, Pokémon Go. Wat je ook maar wil spelen. Ga even in die pauze dat je een potje weer zoekt. Ga even 5 push-ups doen. De volgende keer dat je weer dood bent, doe je 5 sit-ups. De volgende keer dat je weer dood bent, doe je 5 squats. Zo heb je 3 oefeningen, 3 goede oefeningen die je telkens kan doen. Nou, dan heb je een avond ben je 10 keer dood gegaan, heb je toch nog wat oefeningen gedaan. En het is toch wel even beweging, bloed even wat meer door je lichaam heen. Dus het is eigenlijk hartstikke goed als je even tussen de games door gaat even bewegen. Dus sit-ups kan je doen, je kan daarna push-ups doen en je kan squats doen. Je kan misschien nog wat extra dingen verzinnen. Maar beweging is hartstikke belangrijk. Ook frisse lucht, doe je van je af en toe je raampje open. En dat zijn echt mentale tips die super belangrijk zijn. Die buiten de game komt dat kijken. Dus zeker weten jongens, luister echt goed naar deze tips. En dan gaat het echt 100% beter, echt waar. Laat natuurlijk even een blauw duimpje achter. 600 likes moet zeker te doen zijn. Gebruik ook mijn code in de itemshop Cazorla. En bij de 10.000 volgers op Instagram, komt nu in beeld, doe ik een giveaway van deze super vette controller van €160. Dus volg me zeker even op Instagram. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze serie. En volgende week komt er weer een nieuwe aflevering online. Ciao.